Het is een prachtige herfstochtend. Onder een aantal beuken staan sporen in de grond. Eind verder fourageert een ree. Dat verklaart de sporen. Een eindje verderop staan er nog een aantal. Allemaal zijn het reegeiten, vrouwtjes dus. Aan de andere kant staat een mannetje, de reebok. Hij heeft al een aardig gewei. Het zal een wat ouder dier zijn. Telkens tijdens het eten kijkt hij even op om de boel goed in de gaten te houden. Nog niet lang geleden liep er in het hoge gras ook een jonge ree, een kalf. Later zal die net zo groot worden als zijn ouders. In Ede leven veel reeën. Vooral in de bossen, maar ook rond akkerlanden en kleine bossages rond woonwijken kunnen we deze dieren tegenkomen. Het zijn slimme dieren. Naast gras eten ze ook planten. Ze eten alleen de meest voedzame onderdelen van de plant. Heel bijzonder bij deze dieren is de uitgestelde draagtijd. Na de paring duurt het nog 5 maanden tot in het lichaam van de geit de jonge ree zich begint te ontwikkelen. Weer 5 maanden later wordt de jonge ree als kalf pas geboren. Wel eens een reebok achter een mogelijke partner aan zien springen? Door zijn enorme sprongkracht kan een ree wel 7 meter ver springen. Bijzondere dieren dus, die reeën.